Gedrag is opgebouwd uit gedragseenheden. Voorbeelden van gedragseenheden zijn dreigen, bijten, zandhappen, boren, zigzaggen en plappen. Sommige gedragseenheden hangen met elkaar samen. Je kunt gedragseenheden die bij elkaar horen plaatsen in een gedragssysteem. Zo horen dreigen en bijten in het gedragssysteem vechten thuis en boren en plakken in het systeem nestbouw. Als er een aantal gedragseenheden elkaar steeds op dezelfde wijze opvolgen, is er sprake van een gedragsketen. Een voorbeeld. Een kat ziet iets. Ze kijkt ernaar en loopt er vervolgens langzaam heen. Daarna ruikt ze aan het voorwerp dat ze in het begin zag. Als ze dit steeds op dezelfde manier doet, spreken we dus van een gedragsketen. Rituelen behoren ook tot gedragsketens. Als er twee of meerdere gedragsketens met elkaar in conflict zijn, ontstaat er conflictgedrag. Er zijn drie vormen van conflictgedrag: ambivalent gedrag, omgericht gedrag en oversprongsgedrag. Bij ambivalent gedrag twijfelt een dier tussen twee of meerdere gedragssystemen. Het dier zal gedragseenheden uit de verschillende systemen uitvoeren. Bij omgericht gedrag wordt het gedrag van het dier omgericht van het oorspronkelijke doel. En bij oversprongsgedrag vertoont het dier een gedragseenheid dat in geen van de conflicthebbende gedragssystemen thuis hoort. In het filmpje kon je zien dat Boris de persoonlijke ruimte van de leeuw inloopt. Immers, hij overschrijdt de grens. De leeuw weet niet wat hij moet doen. Boris doet hem geen kwaad, maar is wel in zijn territorium. De leeuw twijfelt. Niets doen of toch dreigen. De leeuw doet beide en vertoont dus ambivalent gedrag. Als Boris maar niet uit het territorium gaat, wordt de leeuw boos. Hij reageert het echter niet af op Boris. Nee, de haan wordt de dupe. Nu vertoont de leeuw omgericht gedrag. Op het eind zie je dat de haan totaal anders reageert dan de leeuw. Hij valt in slaap. Dit is een gedragseenheid uit een totaal ander gedragssysteem. Het hoort niet bij dreigen en ook niet bij niets doen. Er is nu sprake van oversprongsgedrag.